naam is Etienne Merlaan. Wij spelen uitsluitend de fond en bijzonder de zware fond, dus de internationale wedstrijden. De voornaamste wedstrijden die we gewonnen hebben, dat is de eerste internationale Bonn, eerste nationaal Cahors, eerste internationaal San Sebastian. Van kampioenschappen KFDB, drie keer een eerste nationale Asduif, een paar keer de tweede, een keer of twee derde nationale Asduif zware vond. Wij zijn zowel met de wevenaars bezig, dus duivers en de vinnen ook, maar de vinnen uitsluitend op nest. En dit uitsluitend voor de internationale wedstrijden door de vinnen. Dus. Wat de kweekperiode betreft, geven we 5-6 dagen voor het koppelen een Champion Plus Black Label. Waarom? Omdat het de duif een beetje goed warm maakt. Dan schakelen we over, eens dat ze met eieren komen, gaan we over naar een Start Plus IC. Dat is een hele goede mengeling. Onze duiven, de onderlegduiven, die kweken gemakkelijk 6-7 rondes na elkaar. Vroeger met gewone voeder hadden we meestal slappere mest. Maar nu met dat is er geen probleem meer. Vandaar, voor mij is dat goud waard. Als tip misschien interessant, 2 maal per week een omniform bijgeven. Dat doen we altijd. Waarom? Het zijn vitamintjes enzovoort. En zeker na 5-6 ronden toch. Als u meer wilt weten over het voeden van Verzelen Laga, ga naar de website van Verzelen Laga. Als u meer wilt weten over hoe wij voeden in de sportperiode, ga naar het filmpje van de sportperiode.